Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zit op schema met voorbereidingen naar de schoolonderzoeken en examens toe. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vertelde journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de ministerraad dat hij ook geen meldingen heeft gekregen van problemen met bepaalde vakken, zoals vorig jaar het geval was. Nou, wat ik ervan weet, dat onze werkarmen optimaal hun best doen om alles voor te bereiden. Wat ik weet, dat het examenbureau druk bezig is alles voor te bereiden, pakketten te kopiëren, et cetera, de distributie. Ik heb geen rare geluiden verder gehoord, dus de vaker gaan nu. Het rooster is uit met examendata's, et cetera. Dus wat ik een gevoel heb, dat dat allemaal lekker loopt, logistiek. De onderwijsminister zal verder natrekken als er nog kinderziekten zijn of iets scheef zit met de toetsvoorbereidingen, ook wat betreft de staatsexamens. Ik ga ervan uit dat we geleerd hebben van de fouten en dat het deze keer beter gaat gaan. Ik heb geen enkele moment twijfel op dit ogenblik om daar even een zorg over te hebben. Maar altijd na een tentamenperiode, als je naar de scoring kijkt, dan zeg je de feedback van de scholen en van de leerlingen dat een bepaalde item of opdracht bij die zo'n examen of tentamen natuurlijk moeilijk is geweest. Maar dat bekijkt dus ook natuurlijk het instituut, dat je als je alle uitslagen binnen hebt, dan zie je duidelijk dat er een paar vraagstukken moeilijk worden. En als ze werkelijk onredelijk zijn, gaat men bijvoorbeeld de beoordeling allemaal aanpassen. Hè? De minister meent dat uitstel van het examen een optie is als bijvoorbeeld een situatie van wateroverlast in het binnenland aan de orde komt. Ory zegt dat het de afdeling logistiek van het ministerie geen prettig gevoel bezorgt en hoopt dat er geen wateroverlast of andere problemen voorkomen in het binnenland in de komende periode.